De politie heeft 8 personen aangehouden in de zaak waarbij aan het begin van deze maand een duikboot werd ontdekt in district Saramaca. 7 van de 8 personen bezitten een Colombiaanse nationaliteit en 1 de Cubaanse. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut NII namens het ministerie van Justitie en Politie. De buitenlanders vertoeven vermoedelijk illegaal in Suriname. Het onderzoek in deze zaak wordt nog voortgezet. De Surinaamse justitie wordt in deze bijgestaan door de DIA-headquarters voor de Guyana's. Het ministerie vraagt de samenleving begrip voor het feit dat onderzoeksresultaten van dergelijke aard niet direct met het publiek kan worden gedeeld. Het NII meldt ook dat het meldpunt ongebruikelijke transacties MOT haar website officieel heeft gelanceerd. Hiermee wil het MOT, dat een werkarm is van Juspol, haar taken effectiever en efficiënter uitvoeren. Een van de directe voordelen van deze website is dat ongebruikelijke transacties digitaal kunnen worden gemeld.